boven pakken. Dat gaat niet. Haar kan natuurlijk zo. Ja. Oké. Okay. Ik heb vanochtend nog het ziekenhuis laten zien en als dus dat ik dit kon doen, ja. Nou, dat heb ik jaren niet kunnen doen. Dus geen operatie? Nee, ik heb volgende orthopeed aan de telefoon gehad en dat heb ik afgezegd. Ja. Wat is uw probleem? Pijnklachten, ja. En functiebeperking. Waar? De functiebeperking is heffing van de arm. Ja. En de pijn is met name bij bepaalde bewegingen, maar voornamelijk 's nachts. Maar het is alleen in de rechterschouder? Links heb ik ook, maar rechts is vele malen erger dan links. Oké. Okay. Beide schouders zijn geopereerd. En waar bent u aan geopereerd, aan beide schouders? Ze hebben de doorgang van de pees geloof ik wat vooruit. Oké. Okay. Ja. Waar is dat gebeurd? In Rotterdam. Oké. In het Rotterdamse. Oké. Wat was het resultaat van die operatie? In eerste instantie ging het best aardig, maar de klachten kwamen terug. Ja. Het heeft natuurlijk ook wel een beetje met mijn werk te maken, denk ik. Veel bewegen, ja. Veel heffen. Oké. Dus ik doe nu staanspringen. Maar we hebben ook gewichtheffers en daar komen weinig schouderklachten bij voor. Ja. En dus die hebben ook... Dat is waar. Dus u doet staan en spreken, zegt u? Ja. Ja. Maar u doet ook nog operaties, ja. Las ik? Maar dan sta ik meestal. Ja, staan. Een hoge kruk. Ja. Naar achteren, dat kan al helemaal niet. Nee. Maar iets boven pakken, dat gaat niet. Ja, maar haar kan natuurlijk zo. Ja. Oké. Okay. Hoe lang heeft deze klacht al? Lang. Wat is lang? Ja, ik denk een jaar of 8. 8 jaar, ja. Ja, begon natuurlijk met prikken erin. Ja. Een legio prikken ingehaald en heel fantastisch. Ja, kort. Ja, juist. Kort. Ja. Maandje of 2, maar ik was er ook heel snel vanaf. Ja. Maar het is met name de pijn s'nachts. Ik ben gewoon wakker van. Oké. Okay. Goed. Ik ben niet uitgerust. Nee. Tevreden. Oké. Okay. Dus je bent op aardig wat plaatsen geweest. Ja. En in feite heeft nog steeds de klachten. Ja. Ja. Wat verwacht u dan van ons? Nou ja, wat verwacht ik? Een advies of zeggen van luister, ik ben een hopeloos geval. vermoeidheid. Ik ben aan het eind van de dag, kan ik hem bijna niet meer omhoog krijgen. Ja, onze doelstelling is om u van de klachten af te helpen. Daar gaan we voor, dus klachtenvrij te maken. Dat is de doelstelling. Ja. Ja. Is het maximaal wat u heeft voorlangs? Dit verder gaat niet. Oké, en weer terug. Is pijn? Dan schiet hij er ergens doorheen. Is het pijnlijk of niet pijnlijk? Nou, ja, god, ik heb natuurlijk die klofnakjes slik ik. Ja, oké. Okay. Ja. Vorige week in het bekende werk natuurlijk wil iets, moest ik in een doodlopend straatje moest ik achteruit rijden. Mm-hmm. Dan heb ik dus die arm op mijn passagiersstoel gelegd. Ja, en dat ging dus niet, ja. Oké. Okay. En dit is Max. Ja, en weer terug. Zie je, oké. Dus je hand achterop je rug gelegd, hoe gaat dat? Dat gaat nu al. Vorige week was het dramatisch. Ik kon mijn eigen billen niet eens afvegen. Ja. Oké. Okay. Dus hij gaat wel naar achter, maar hij kan niet omhoog, zeg maar. Nee. Ja, okay. Nee, dat ging niet. Dus dan gaan we kijken om dit te verbeteren. Dus gaan we gelijk naar de slag. Ja. Oké. Okay. Zo, stap 1, mag je weer je arm omhoog bewegen. Ik weet hoe gaat het nu. Dat gaat goed. Ja, even terug. Wat is het verschil met net? Ik heb het idee dat ik iets hoger kan komen. Ik weet dat zeker. Ja. Ja. Verdomd. Ja. Nou, het is niet verdomd, maar juist gezegend. Dus ik ben aan de andere kant. Ja, wat ik nu gedaan heb, is bij uw bekken het bindweefsel losgemaakt en ingestuurd. En de schouder die loopt wat beter. Maar voor u belangrijk om te zien is dat het probleem echt niet alleen in de schouder zit. Mm. Want daar wordt gespoten en zo. Maar dat is alleen maar symptoom, is gevolg. En de oorzaak zit hem eigenlijk in die hele wervelklop. Ja? Oké. Okay. Ja. Ja, en terug. Gaan zien. Gaat prima? Ja. Ja. En dan zijwaarts omhoog. Even kijken of het lukt om de handen in elkaar te klappen hier. Juist. En voorlangs weer naar beneden toe. Dus dat kunnen heeft de volledige functie. Gaat hè? Ja? Ja, hartstikke mooi. Ja? Ja? Mooi toch? Dat wil ik maar aankomen zo. Ja? Kunt u erbij?
kunnen krijgen. Ja. Ja. Eigenlijk wel, ja. Dat was mooi. Ja. Ja, toch? Terwijl. Ja. Super. Oké. Okay. Mooi. We hebben elkaar maandag gezien. Maandag, ja. Vrijdag. Ik ben benieuwd, hoe gaat het ermee? Goed. Ja? Ja. Ik heb buiten duidelijk dat ik meer bewegen. En ja? Minder pijn. Oké. Okay. Ik heb ook geen tabletje meer geslikt. Geen tabletje meer geslikt? Nee. Mooi. En komt u ook iets meer met die arm? Ja. Ik kan maar aankomen. Dat is mooi, toch? Ja, hartstikke, ik ben nog hartstikke blij. Ja. Ja. Dat is heel fijn. Ja. Had u bijna uw arm laten opereren? Ja. Toch? Ja. Ja. Klopt. En als u het daarom niet nodig heeft? Nu even niet, hè? Nee. Ja, dus, ja, ik heb voor het ijs een beetje doorgeslapen. Maar eens kijken wat u kunt nu met die arm, als u voorlangs gaat, hoe dat gaat. Dat voelt goed? Tot hier, ja, tot hier. Ja? Oké, okay. En weer terug. En als u zijwaarts gaat, hoe gaat dat? Ja? Oké. Okay. Dat komt helemaal goed. Heb ik u beloofd, dus... Ja, nee, ik ben ook heel blij. Ja. Dus... Ik heb al veel reclame gemaakt. Oh, mooi. Oké. Okay. Maar de beste reclame is als het helemaal over is. Daar gaan we voor. En dus gaan we nu verder aan werken. Oké. Okay. Okay. En weer terug. Zij was bovenlangs in handen klappen. Kun je naar voren kijken? Ja. En weer terug naar beneden toe. Juist. Hoe voelt dat? Prima. Ja? Ja. Veel minder pijn. Ja, gaan we weer. Kijk, de golfswing die komt eraan. Ja, ja. Hoe gaat het ermee? Ja, goed. Wat gaat goed? U zegt gaat goed? Nou, ik heb geen pijn meer met naar boven. De armbewegingen die gaan goed. Ook, ja, ook ja, bij. Dit bij... Gaat ook. En ik heb vanochtend nog het ziekenhuis laten zien en als dus dat ik dit kon doen. Ja. Nou, dat heb ik jaren niet kunnen doen. Oké. Okay. Wat dat betreft, ja. Ik heb zelfs gevoeld vanochtend, dan kan ik dus nu ook, of mijn riem dan door die reetjes gingen. Was dat een keer mis? Oké. Okay. Ik moet mezelf voelen. Dus dat gaat eigenlijk goed. Dat gaat ook goed, ja. Dus geen operatie? Nee, ik heb volgende keer met Peter aan de telefoon gehad en dat heb ik afgezegd. Kijk, ja. Dat vind ik mooi. Ja. Wat zei hij? Nou, hij zei van, nou, als het goed gaat, gaat het goed, dan moet je dat zeker niet doen. Ik zei, nou, vooralsnog gaat het goed, dus dan kan je beter die tijd besteden aan iemand die dat wel nodig heeft, maar ik zie er even vanaf. Ja, hartstikke mooi. Ja. Dat vind ik positief nieuws. Ja, dat is het ook. Goed. Ja.